11 december, de vesting. Er zitten twee mensen op het trapje bij de vesting. Twee oude mensen. Als je er langs wil, is het wel wat krap. Ze praten over, dat kan ik niet verstaan, maar ik ben toch met ze begaan. Ze zijn zo oud en lijken moe. Ze weten misschien niet meer waar naartoe. En misschien maak ik me wel onnodig zorgen. Misschien is een van hen wel jarig overmorgen. En praten ze over het eten en de boodschappen, of misschien ging een goede vriend van hen net dood. Zo loop ik altijd in mezelf te praten en kijk. De trap is leeg. Verlaten. De oude mensen lopen verder. Ze zwaaien nog naar mij. Dag. Alsof ze zien dat ik hen zag. En ze verdwijnen in het donker, stap voor stap. En bij de vesting is ook helemaal geen trap.